Het optrekje van de eenzame 63-jarige mevrouw Wachter aan de Meursweg wordt leefbaar gemaakt door Ever 12. De vloer van het optrekje is verhard en bedekt. Hang- en sluitwerk werd vorige week verricht en een interne waterinstallatie werd ook geplaatst. Mevrouw Wachter is een senior burger die alleen aan de lot was overgelaten en nu hulp geniet van de gemeenschap via Ever 12. Directeur Vismalen gaat hierop ook in. Mevrouw Wachter van Meursweg, hoe staat het met mevrouw Wachter? De situatie van mevrouw Wachter, ik blijf er ondersteunen tot waar ik kan. We hebben, u heeft gezien, verschillende mensen hebben bijgedragen. We hebben Patricia van Ommer die heeft bijgedragen, we hebben onze beschermvrouw die heeft bijgedragen. We hebben verschillende mensen die aan verschillende facetten hebben bijgedragen. We hebben mevrouw M.N.S. Schrijver die heeft bijgedragen voor de deur. We hebben nu een andere donateur die zegt, meneer Vismalen, we willen een kleine keuken voor mevrouw Wachter maken. En zo blijven we steeds bezig zijn met mevrouw Wachter, totdat we haar huis helemaal compleet hebben. Ze moet nog ramen hebben, ze moet nog een paar dingen hebben en straks is haar huis helemaal af. Er komen aanvragen bij Ever 12, veel al aanvragen van mensen die in woningnood zitten. Nu vraagt men zich af van, we zien dat Ever 12 af en toe huizen bouwt. Men krijgt wellicht het gevoel van, ik moet bij Ever 12 zijn om mijn woningnood te droppen. Is dat zo? Laat me dit ontzenuwen. Wij hebben wel de afgelopen periode 9 woningen kunnen bouwen. Maar dat is allemaal door verschillende donateurs. En donateurs die de situatie zien en die geven een bijdrage tot het start van het bouwen van een woning. Zo hebben we 9 woningen kunnen bouwen. Maar mensen bellen ons dagelijks voor, kunt u ons helpen met het wonen, bla bla bla. We kunnen niet iedereen zo helpen. Het is heel moeilijk. We weten dat de situatie moeilijk is. Mensen die in ons programma verschijnen en anderen die het zien, die willen helpen en die zijn vrij te helpen aan welke situaties dan ook. En op die manier helpen we mensen, maar niet dat we krijgen dagelijks telefoontje van ik heb een woning nodig. Nee, dan moet die bij volkshuisvesting zijn. Daar zijn we niet voor. We helpen waar we kunnen helpen. En we helpen door donateurs die zien wat we doen en die zien wat gedaan moet worden. En als ze het goed vinden, dan helpen ze.